Granenflits van maandag 24 juni. Afgelopen week toch een klein beetje een domper op de tarwemarkt, want we begonnen die week zo positief. Maar we eindigden uiteindelijk op 180,75 voor het tarwecontract september. Hetzelfde als de vrijdag ervoor, dus we zijn eigenlijk niet zoveel opgeschoten op de CBOT. Een soortgelijk beeld daar een iets hogere prijspiek. Nou ja, deze week staat toch wel in het teken van de hitte in Europa en ook in de Zwarte Zee-regio, die daar al wel langer aanhoudt. Nou ja, voor de tarwe en gerst in het zuiden van Rusland is dat niet zo'n ramp. Die zijn al behoorlijk ver rijp, maar voor de latere tarwe en de maïs, ook in Oekraïne, kan dat nog wel eens een effect hebben. Toch zien we dat in de cijfers en de opbrengstverwachtingen eigenlijk niet terug. Marktanalisten schaven wel wat aan aan de Russische cijfers voor export en productie van tarwe. Maar ja, het blijft gewoon een mega oogst. En ook in Europa zien we terug goede cijfers aangaande de tarweoogstverwachting. In de Verenigde Staten is dat echter een ander beeld. Daar zitten de gewassen nu niet ofwel in de grond. En hoe staat het er nu bij? Hoeveel later zijn ze? Wat doet dat met de oogst? Dus daar kan nog wel eens een keer een staartje van komen.